Justitie eist 11 en 8 jaar cel tegen twee verdachten uit Amsterdam. Ze zouden op 28 augustus vorig jaar een overval hebben gepleegd op het huis van de bekende Zoetermeerse horecaondernemer Sim Safri. De overvallers schoten zijn hond dood. Safri zelf kreeg 2 kogels in zijn borst. Volgens de verdachte is er nog een derde dader die nog niet is gepakt. Bij de Rabobank aan de Dijkhoornseweg in Den Horen is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd. Een witte Fiat Doblo reed tegen de pui van het gebouw. De krakers probeerden met behulp van gas de automaat te laten ontploffen. Dat mislukte, maar er brak wel een brandje uit. De kraak zou zijn gepleegd door 3 mannen die er vandoor gingen op een scooter. In de Haagse Vlierboomstraat is in de nacht van zaterdag op zondag een aantal woningen ontruimd nadat er in een portiek brand was uitgebroken. Het vuur begon in de afvalbak en is waarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. 2 mensen met ademhalingsklachten zijn in het ziekenhuis nagekeken. De protestantse gemeente in Den Haag sluit in de maand juni 4 van haar kerken. De bezuiniging is het gevolg van de nog steeds teruglopende bezoekersaantallen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de Betelkerk, de Ontmoetingskerk, de Valkenboskerk en de Thomaskerk nog langer te exploiteren.